Hallo iedereen. Sinds kort zijn er nieuwe sorteerregels voor PMD. Je weet wel, dat is de afkorting voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. De nieuwe regels zijn heel makkelijk. Hoe jij thuis perfect PMD kan sorteren, dat wil ik je graag tonen. Samen met dit gezin hier. Aha, ik heb het gevoel dat dit een leerzaam ontbijt wordt. Die zak mag bij het PMD en de kartonnen doos moet natuurlijk bij karton. Het afsluitfolie moet je er eerst afhalen, want het zijn twee soorten plastieken die apart gerecycleerd en gesorteerd worden. Zowel de fles als het plastiek rond mag bij het PMD. Hier is de sleeve van karton, zodat je het gemakkelijk bij het papier en karton kan sorteren en de rest kan bij het PMD. De handzeep is op. Als dat op is, kan het pompje gewoon bij PMD. En als de tandpasta op is, mag die ook bij het PMD, maar niet het tandenborstel, want dat is restafval. PMD. Die is op, die mag dan ook bij het PMD, want het is een metalen verpakking. Ik gooi alles in de PMD. Niet dichtknopen. PMD-verpakkingen kunnen alleen goed gesorteerd worden als ze los in de blauwe zak zitten. Hier kun je je zakje uitgieten en dan kan je zakje mee in de blauwe zak.